Het is dinsdag 17 maart 2020. We zijn er weer, Borrel TV, met ongelooflijk veel leuke gasten. Het leukste huiscafé van Nederland is weer open. Tijd voor een borrel, ga er lekker voor zitten. Tijd voor Borrel TV. DJ Cuneo is weer bij. Mijn naam is Walter Vermeer. Hartelijk welkom bij Borrel TV. In een tijd waarin, waarin we het rustig bijzonder kunnen noemen, een tijd van mineur, gaan we het toch weer doen vandaag. Op een hele legitieme wijze positieve televisie maken. We houden alle regels in acht. We weten hoe het allemaal werkt. We doen ons best met heel veel artiesten en met heel veel professionals gaan we een uurtje positieve televisie maken. En dat doen we vandaag weer met onze huis-DJ, DJ Cuneo. Hij is er weer en wat een heerlijke track waar hij mee startte. Naast ons de chef van vandaag, chef Wouter van Laarhoven. Super gaaf dat je er bent. Ja, heel graag gedaan. Hartstikke leuk. Ik krijg er alleen maar energie van, toch? Ja, je krijgt er alleen maar energie van. Ik kan hier al iets ruiken. Thuis is dat wat moeilijker, maar ze zien al wel wat. Wat ga je voor ons maken vandaag? Ja, ik hou het eenvoudig. Pure smaken. Ik heb risotto. Risotto ga ik maken met morilles. Een paddenstoelensoort eigenlijk van nu vol in het seizoen. En lekker gebakken langoustines erbij. Flesje wijn. Niks aan de hand. Allemaal gerechten die we thuis dus vrij makkelijk kunnen maken. Ja, maar ik ga altijd uit van gewoon goede ingrediënten. Ga ook nu juist naar speciaalzaken. Juist naar zaken die echt gespecialiseerd zijn in producten. En maak er gewoon thuis een feestje van. Ga gewoon mooie dingen doen. Super dat je er bent van restaurant Alma. We gaan er straks dieper op in. En hij is er weer. Jeroen Rosenberg zit aan de chips. Ja, het is Borrel TV. Sorry. Ik dacht dat je in mij zou opstaan, maar maakt niet uit. Nee, zeker niet. Jeroen, jij zit met een goede reden hier namens Dutch Event. Maar jij zit bij de kijkersvragen. Ja, ik zit bij de kijkersvragen. Er zijn gisteren ontzettend veel leuke kijkersvragen binnengekomen. Soms heb ik een beetje vertraging op mijn laptop. Heb je een leuke vraag? Bijvoorbeeld Tobias Grappatti. Ik ga niet optreden. Maar heb je een leuke vraag? Kom erin en we beantwoorden ze. Dankjewel. Mooie vragen. Jeroen is er weer helemaal bij. Ja, is ja, genoemd. En we hebben soms, ik heb net genoemd Arthur Mares, de producent. Maar ik heb al genoemd dat we wat vertraging hebben. Ja, we hebben soms even vertraging. Wie nooit vertraging heeft, is mijn eigen vrouw. Chantal is er weer. Chantal, live painter, kunstenares. Jij gaat het weer doen, hè? Ja, vandaag ga ik weer de gasten en de artiesten die vandaag komen, ga ik weer live schilderen. En proberen zo snel mogelijk in 10 minuten tijd om een mooie schilderij te maken. Nou, dat is gisteren ongelooflijk goed gelukt. Nou ja, hier staan we eigenlijk weer in het artiestengedeelte. Heel veel mooie en leuke gasten vandaag. Mario Veldman, begenadigd zanger, komt voorbij. Lars Zeebrecht zit straks achter de piano. Andy Marcelissen komt voorbij. Ja, bijna te veel om op te noemen. Vriend van de show, hij was er gisteren ook met hele bruikbare tips. En voordat ik die erbij haal, Gion, onze personal trainer, gaat straks hier fitness met ons doen. Maar Leo Alkemade was er gisteren. Hij had gisteren verlichtende antwoorden. Hij zou er zijn. 4 uur stipt. Maar even één ding. Omdat wij onze... Wij willen het... sorry. Kom nog een keer opnieuw binnen fietsen. Even opnieuw. Jongens, hij fietst even opnieuw binnen, dames en heren. 1 seconde. Walter, verzoek aan alle kijkers. Als jullie ons doelgroep willen vergroten, deel alsjeblieft onze uitzending op je eigen tijdlijn. Waardoor we enorm meer bereik hebben in Nederland. Dankjewel. Ja, het is allemaal live, dus hij zou er niet zijn. Leo! Ja, en hij is het. Ja, daar is hij. Leo. Nou, ik had al een kijksvraag, maar zullen we die dadelijk doen? Of wil je nog een keer binnen? Nee, okay. Leo, je bent er, vriend van de show. 1,5 meter afstand. Ja, gisteren was je er met ongelooflijk goed advies. Vandaag ben je er weer. Eerst even met jou beginnen. Hoe is het met jou? Goed, hartstikke goed. Ja, het is lekker weer. De kindjes zaten in de tuin en papa mocht heel even buiten spelen. Maar ik heb gisteren dus thuis zitten kijken naar jou. Hè, ik ben snel naar huis gegaan. Ik zit hoog in mijn ademhaling, hoor je het? Ja, nee, de conditie, daar kunnen we nog aan werken, maar daar hebben we nu tijd voor. Maar jij zat thuis te kijken. Ja, en toen miste ik eigenlijk de sportrubriek. Dus ik dacht van, dat is misschien wel leuk om toch even over de koers te praten. De koers. Wordt dit filosofisch de koers van het leven of is dit de koers van alle dag? Hier, kijk, een mechanieker die neemt nou mijn fiets mee. Die wordt helemaal schoongemaakt en weer klaargezet voor morgen. Morgen is weer koers. Nee, de koers, gewoon kijk, weet je. Ik heb net heerlijk buiten kilometer of 60 gefietst. En daar word je hartstikke gezond van, joh. Ja?
Ja. En wat gebeurt er dan met je? Nou, je hoofd. Helemaal leeg. Ja? En je zweet. Ja? En wat is Hans veranderd? Ja, nee, Hans is... Ja, Koen is hetzelfde gebleven. Koen is hetzelfde gebleven. Nieuwe chef. Hi. Ja. Elleboog. We zijn weer een dag verder. En hebben we vandaag weer tips? Wat kunnen we... Nou, ik moet zeggen, ik zat gisteren voor de televisie, net als heel Nederland, om 7:00. Met de kindjes op de bank, met z'n 6 op een rij. En toen, ik vond dat toch best wel indrukwekkend. En ook zorgwekkend toch op een of andere manier. Terwijl, als je dan vandaag weer kijkt, dat het zo mooi, zo'n blauwe hemel en dat zonnetje wat schijnt, dan lijkt er weer niets aan de hand. En als je zo'n man dan hoort praten, wat hij overigens erg goed deed, dan klopt dat niet met het beeld wat ik heb nu als je nu naar buiten stapt. Ja, dat is heel tegenstrijdig en dat begrijpen we allemaal. Gisteren had je het over Ellie en Rickert. Dat gaan we. Ik heb Jezus helemaal laten gaan. Ja, precies. Het is nu sport, is het devies? Ja. Het is sport, hoewel ik vanmorgen nog wel, maar dat was dan op verzoek van mijn dochter Lieselot, Ellie en Rickert nog heel eventjes heb toegelaten. Maar het is niet dat ik me heel erg meer vasthoud aan het geloof. Afgezien van dat geloof, hè, als jij fietst en bepaalde muziek op de oor, doet muziek iets? Of is dat gewoon de natuur en rust? Nee, heb ik vandaag ook, leuk dat je erover begint, ruzie over gehad met mijn oudste zoon. Die wilde met muziek op zijn oor gaan fietsen. Maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Klopt. Dus geen oortjes in, geen koptelefoon in het verkeer. En juist de stilte en als je hier zo de bossen ingaat, joh, er is zoveel moois te horen aan. Takjes die kraken, vogeltjes die fluiten. Ja, heerlijk. Het leeft allemaal. Ik hoor het. Eén ding wat jij gisteren bent vergeten, want jij moest heel snel weer terug. Ja. We hebben de live painter in huis. Ja. Jij zei, ik kom terug met een hoofdreden en dat is mijn schilderij. Ja. In de uitzending. Nee, jij draait hem om, dus ja, ik kan het niet goed zien. Maar ik ben heel benieuwd. Kijk. Ja, ik heb geen bril op, dus ik zie helemaal niks. Maar het lijkt me Hij lijkt sprekend. Mag ik eventjes mijn bril ja. erbij opzetten? Ja, is goed. Ja, dat kan maar één iemand zijn. Dat ben ik. Bol TV, Leo. Hij is voor jou. Wat leuk. Elleboog. Bedankt. Laat hem nog even goed zien op camera, jongens. Dat ze hem thuis goed zien. Kijk, dit ben ik. Die krijgt een mooi plaatje. Even een helmpje erbij. Ja, dan was hij helemaal compleet. Ja, nee, maar deze is mooi. Hier zo weer knapper. Ja, zie je wel. Nou, zeer bedankt. Ja, alsjeblieft. Ik ga hem een mooi plaatje geven en ik denk dat hij boven de bank komt. Goed. Maar dan kom ik hem morgen ophalen, want ik ben nu op de fiets. De zon, anders verkreukelt. Ja, kom je morgen weer? Ja, is dat ja, goed? Ja, heerlijk. Ja. Kun je helmpje tekenen we dan misschien wel in versie 2 bij? Nou, ik hoop het. Ja. Als je tijd over hebt, zeker. Leo, gisteren het geloof, vandaag de sport. Jij gaat je weer voorbereiden. Ja. Jij gaat weer een lekker stukje fietsen. Hebben kijkersvragen voor ja, Leo? Ja, ik heb hier een kijkersvraag. Ik heb hem opgeschreven. Ik hoop dat ik goed gelezen. Leo, ja. Jij wordt in augustus 40 jaar. Sorry. Hoe ga je dat vieren? Waarschijnlijk met kleren aan. Op een plastic tuinstoel. In nou, de Franse zon. Dat dachten de kijkers ook. Dus we zitten op één lijn. Ja, toch? Top. Ja, dat wordt een... dat weet ik nog niet. Nou ja, 40 is natuurlijk wel een dingetje. En mijn vrouw wordt ook 40. En ik word 40. En de kinderen bij elkaar opgeteld zijn dan ook 40. Dus misschien moeten we een soort van 40 feestje geven. Afgezien van die feestjes, die gaan we zeker vieren. Ik krijg hier een kijkersvraag. Komt net binnen. Ja, Jeroen. Zullen we morgen samen gaan fietsen, Leo? Vraag van Mark van Etten. Ja, ik weet niet wie Mark van Etten is en hoe hard hij fietst. Maar... Gaan we aan hem vragen. Ja. Laten we dat morgen bespreken in de uitzending. Ja, Mark, stuur me eventjes een berichtje via social media. Ja, BorrelTV. BorrelTV.nl. Ja. Slash Leo Alkemade. In de koers. De ja. koers is aan. Ja. Hoster nokken we aan, lekker reden. De benen voelen goed aan. Spaatje eten. Zorgen dat we goed uitgerust zijn. En dan gaan we weer koersen, want de koers is aan, hè, zouden wij. In Zeeuws-Vlaanderen, want zo is het ook, hè? Ja, zo is het ook, hè? Leo, ja. Heerlijk. Kom morgen weer met iets. Ja. Ja? 4:00? Zal ik dan oude singeltjes meenemen van mijn moeder van de zolder? Vind je dat leuk? Heerlijk, heerlijk. Okay. DJ Cuneo, oude singeltjes van de moeder van Leo. Heb je nog een muziekje wat bij me past? Ja? Oké. Onnozel gedaan. Ja, heerlijk toch? Tevreden. Het licht uitgedaan.
Hij was weer vriend van de show, Leo Alkemade. Tot ziens. Tot morgen. De koers. De koers is aan. Heel goed. Wij gaan naar onze eerste artiest. Ja, hij zit klaar. Wesley, loop je mee? En misschien wel even leuk voordat we naar Lars toe lopen. Wesley is alle dagen bij me. En er staan hier collega's. Jongens, draai je even om. Full frame. Ja, ook zij werken gewoon heel belangeloos mee aan Borrel TV. Hoe mooi kan het zijn? En waar we dan zijn, die vraag krijgen we regelmatig. Hoofdkantoor First Impression. Maar hier zit hij. Singer, songwriter, pianist, begenadigd man, man met een groot hart. Lars Seebrechts. Yes. Hartelijk welkom. Dankjewel. We belden je op en jij zei, ja, Borrel TV, ik doe mee. We doen. Ja, ja. We doen het. Heerlijk, het is om man. De hoek, hè? Ja, het is om de hoek, maar dan moet je het toch maar willen doen. Voor de mensen die je niet kennen, de kijkers, normaal, in een normale wereld. Waar zien we jou? Waar horen we jou? Ceremonies veelal, huwelijksceremonies, afscheidsceremonies. Ligt een beetje gevoelig nu natuurlijk. Ja, singer-songwriter, dat gaat dit jaar echt een boost krijgen. Ja, dit zijn natuurlijk wel tijden voor de schrijvers. Hè? Moeilijke tijden verleiden tot de meest diepgaande songs. Wat heb je meegenomen? Een cadeautje voor de kijkers. Wat ga je ons geven tijdens Borrel TV? Liefde. Ja, liefde. Heerlijk. Hè? Love is the message, zou je zeggen. Dat liedje ga ik niet doen. Ik ga een liedje doen van Queen, Somebody to Love. Somebody to Love. Nou, zit je thuis, heb je de chips in je handen, de pepsels, een M&M'tje of iets anders lekkers. Leg het even neer, hand op elkaar. Lars Seebrechts, Somebody to Love. Each morning I get up, I die a little. Cavity sand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? I have to spend all my years in believing you. But I just can't get no relief, Lord. Somebody, can anybody find me somebody to love? I work hard every day of my life. I work till I ache my bones. At the end, I take home my heart and pay all on my own. I get down on my knees and I start to pray till the tears run down from my eyes. Lord, somebody, can anybody find me somebody to love? Every day I try and I try and I try, but everybody wants to put me down. They say I'm going crazy. They say I got a lot of water in my brain. I got nobody left.
Lars Sebrechts, ik zou zeggen... Ja. Dankjewel. Leg die man vast, vast. Dit is ongekend, dit is world class. Borrel TV, Lars, heerlijk. Ja, we hebben samen al eens een hele mooie ceremonie mogen Zeker. Doen. En ik kijk ernaar uit dat we er nog heel veel mogen doen. Ga je nou trouwen? Leg die man vast. Lars Sebrechts, heerlijk, in Borrel TV, live. Zit je lekker te kijken, tune je net in, stel je vragen. Jeroen zit bij de vragen, maar ik loop even langs Chantal. Die is druk met het vastleggen van al onze gasten. Dan is de grote vraag, Chantal, is de inspiratie goed? Is het licht goed? Zijn de kleuren goed? Ja, sowieso zijn er zoveel afwisselende gasten. Dus ik krijg zo meteen al ideeën en... En ik hoop meteen creatief, dus ik heb meteen zin om het op de doek te zetten. Ja, ik ga niet verklappen wat hier staat, maar ik zie een hoed, Lars, dus dat klopt. Ik zie een baard, dit wordt fantastisch. Chantal, heel veel succes. Ja, dankjewel hè. We gaan naar Jeroen, kijkersvragen. Ja. Voordat jij vragen stelt, ik kreeg een vraag zelf binnen van jouw vrouw. Welke chips vind je het lekkerst? Paprika of gewoon? Dan weet je dat voor vanavond. Nou, dan doe maar borrelnootjes, een keer afwisseling, nee. Hè, duivens. Oh, dat mag trouwens niet gezegd worden, sorry. Borrel TV, borrelnootjes. Walter, even één ding. Ik heb hier een hele leuke, dit is geen vraag. Maar ik heb hier Lonneke Bartels, superleuk om te kijken. Ligt met corona in bed en dit is een hele aangename afwisseling op Netflix. Lonneke, heel veel sterkte, heel veel beterschap. Lonneke, heel veel beterschap. Dankjewel voor jouw bericht. Blijf ook lekker met berichten komen. Je mag vragen stellen. Lars, Chantal en Jeroen aan onze huis-DJ, maar ook aan onze chef van vandaag. Jeroen, ga door. Als er vragen binnenkomen voor Wouter, want daar loop ik naartoe, breek maar in. Wouter van Laarhoven, topchef, chef van Alma. Geweldig restaurant. Ja, en dan gebeurt er dit en dan zeg je toch, ik kom. Ja, weer 15 november de deuren geopend en het gaat gewoon hartstikke goed en het gaat nog steeds goed en we moeten daar gewoon vasthouden. Ik denk dat we nu juist creatief moeten zijn en je moet omgeven met mensen met creativiteit en dan komen we er wel doorheen. Dat klinkt heel positief van een topchef. 15 november open en dan gaan de deuren open. Het lijkt me een spannende tijd. Ja, het is een hele spannende tijd en het gaat heel erg goed. Het is doodeng om een restaurant te beginnen wat een bepaalde ambitie heeft op niveau. Het is voor ons extra moeilijk omdat je een restaurant hebt nog met 2 verdiepingen en 2 verschillende concepten in 1 pand. En, even over die concepten. Hè. We kunnen op 2 manieren genieten bij jullie. Ja, we hebben een bodega op de Beganengrond. Maximaal 26 gasten waar we 7 dagen in de week geopend zijn. Lunch, borrel, diner, lekker toegankelijk, maar wel hetzelfde DNA als hetgeen wat we boven doen. En boven hebben we een restaurant van 48 zitplaatsen. Fine dining. Sky's the limit. Onze ambitie is enorm groot. En daar gaan we hele mooie en doen we hele mooie dingen. Ja, de ambitie is groot. Dan vinden wij het als consument altijd leuk om te weten. Een ster, gaan we daarvoor? Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik heb er ooit een mogen behalen. En dat is de ultieme wens en ultieme droom. Nou, het feit dat je hier bent, betekent voor ons allemaal dat wij dat gaan ondersteunen. En dus ook met een bezoek als het straks allemaal weer mag. Maar vandaag ben je op bezoek bij ons. Wat zien we? Wat zouden we bijna kunnen ruiken door de camera heen? Wat ga je voor ons maken? Nou, ik heb vooral in deze tijd is het natuurlijk lastig. Hè. Er zijn ingrediënten, is allemaal wat moeilijker te verkrijgen. Ik ben voorstander van gaan naar speciaalzaken. Nu ze open zijn, haal mooie producten. Ik heb heel basic gehouden. Ik heb een risotto gemaakt van Morillas. Een paddenstoelensoort bij iedere groenteleverancier te krijgen en te bestellen. Met risotto natuurlijk. En ik heb daar verse gebakken langoustines bij. Simpel, eenvoudig, onwijs lekker. Dit kan iedereen thuis maken met de juiste producten? Iedereen. Heerlijk. Nou, jij gaat het zeker maken op sterrenniveau, want die dichten we jou alvast toe. Dan toch even, een chef die staat te koken. Op welke muziek kook jij het lekkerste? Nou, voordat jij die vraag invult, Koenio, de keuze van Koen. Wat hebben we bij de topchef van Alma bedacht? Even, ik kom naar je toe. En gisteren moet de chef het zelf aangeven, dus Wouter mag ook mag iets zeggen. Oh, eigen keus. Wouter, waar kook jij lekker op? Welke muziek draait er? En dan komt die boodschap van Michelin, die ster. Wat horen we dan? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dan ga ik toch naar die meneer met de Nederlandstalige artiesten, waar ik altijd wel heel erg vrolijk van word. Nederlandstalige artiesten, een sterrenchef met voorkeur voor Nederlandstalige muziek. Nou, als iets Koenio in zijn portefeuille heeft, is het Nederlandstalige muziek. Koenio, even gewoon Borrel TV. Hebben we iets? Sterrenchef en, wat horen we dan? Het is live TV, dus ik zou je nooit verraap zetten, want ik zou niet durven. Ik zou niet durven. Ja, een sterrenchef gedijt hier. Ja. En de risotto komt onze kant op. Het is heerlijk. Kijk hem eens roeren. Heerlijk. Ja. Oh.
Wouter, succes. We komen straks bij je terug. Hè? Helemaal goed. Yes, dankjewel. Oké. Dit ruikt lekker. Dit gaat lekker smaken. Ja, het advies was, ga op zoek naar mooie ingrediënten. En doe jezelf en iedereen thuis de groet aan mooie producten. Hij gaat het straks uitleggen. Mijn volgende gast komt erbij. Geen onbekende van mij. Sterker nog, we staan al bijna 10 jaar samen op het podium. Ja, klopt wel. Erwin Steylen. Hallo. In het programma. Top. Erwin, heerlijk dat je er bent. Wij starten iedere uitzending, dat klinkt heel stoer, we zijn gisteren begonnen, maar ook vandaag weer met jouw tune. Voordat we daarop ingaan zoomen. Ja. De tune van Tilburg, sterker nog. Voor de mensen die jou niet kennen, vertel even iets over jezelf. Oh, wat, ik dacht jij mij zou aankondigen. Ik kan heel veel over je vertellen. Erwin Steylen woont achter in Tilburg, schrijft muziek voor bedrijven over de hele wereld. Topmuzikant. En dan zeg jij music first. Ja, music first en muziek is communicatie en niet slechts entertainment. Dat is waar ik voor sta. Wel begonnen in het entertainment, hè? Neem ons even mee in al die 25 jaar onstage. Oh, dat is al lang. Begon als gitarist, 10 jaar als gitarist geleefd. Wel een aantal platendeeltjes gehad en al snel gaan schrijven. En een beetje, ja, misschien ook wel geluk gehad, misschien niet, ik weet het niet. Maar mooie dingen gedaan, BMW wereldwijd en Volkswagen, veel Netflix, veel. Ach, wat maakt het uit? Ik zit nu ook thuis, net als de rest. Ja, en je bent hier. Dat is het allerbelangrijkste. Super. Jarenlang dan muziek maken voor het entertainment. Dan ga je langzaam de rol invullen van componist. Voor heel veel mooie merken. En uiteindelijk zeg jij, ja, ik ga het toch nog anders doen. Dat besluit jij een paar jaar geleden. Ja, klopt. Wat is de omslag? Nou, de omslag is eigenlijk dat ik muziek belangrijker vind dan wat de meeste mensen ervan maken. Muziek is communicatie. Muziek bestaat al 100.000 jaar. Dat is een heel belangrijk ding in onze evolutie. En heel interessant om mijn talent dan te koppelen aan de passie van andere mensen. En vaak ondernemers, organisaties waar de mensen werken. En dat zijn we gaan doen, dat heet de Music First Group. En uiteindelijk zelfs dus geluid voor een stad mogen maken. Ja, dus muziek als onderdeel van je corporate identity. En dan weet jij een stad, een gemeente als Tilburg te enthousiasmeren en te overtuigen van, jongens, het is belangrijk dat jullie een eigen sound hebben. Als je muziek maakt voor een artiest, moet je ook DNA snappen. Hè? Coldplay is iets anders dan Wiebe Shoyari. En voor een organisatie, product geldt eigenlijk hetzelfde. En als je het DNA van een stad onderzoekt, de juiste woorden ziet te vinden, dan kun je daar muziek op maken. Sterker nog, dat heb jij gedaan. Maar dan vertrek jij altijd vanuit een boodschap. Je gaat mensen enthousiasmeren binnen het college. Dan komen er medestanders. En wat geven die jou mee? Hoe vertrek je dan? 2018 al begonnen natuurlijk om een gemeente zover te krijgen. Een super enthousiaste wethouder Marcel Hendricks van Cultuur. Inmiddels ook de burgemeester. Iedereen is mee. Citymarkt is belangrijk geweest. Maar het is wel een revolutionair iets. Dat doet niemand een muziek in de identiteit van de stad zetten. Tilburg als koploper. Ja, in dit geval muzikaal past koploper. Past ook echt bij Tilburg. Wat zijn dan, even voor de beeldvorm, voor de kijkers thuis, het DNA? Hoe vang je dat van een stad, van een gemeente? Nou, ik vond het zelf ook moeilijk. Ik heb er zelfs 2 gemaakt. De ene was meer de Bourgondische kant. Het goedenachtvreunde gevoel dat wij graag van uit gaan eten, gaan drinken. En dat we dan het eind van de avond zeggen dat we van elkaar houden. Maar die vond ik misschien eerder Brabants dan Tilburgs. En ik heb de woorden meegenomen waar ik ben mee gekomen. Sociaal, experimenteel, rebels, rauw, humorvol, eerlijk, daadkrachtig, authentiek en wij zijn doeners. Tilburg. Ah, heerlijk, wat een positief nieuws tijdens Borrel TV. Hoe lekker kan het zijn? Maar nou komt de grote vraag. Naar wat voor sound ga je dat dan vertalen? Je hebt je gitaar meegenomen. Ja. Ik begon met een riffje, zal ik me laten horen? Ja, het begint altijd met een riffje. Maar hoe klinkt dan zoiets? Wesley, kom erbij. We doen het gewoon even oldschool, microfoon erbij. En dan maar eens even uitleg terwijl je speelt. Ja, en hoe komt zoiets dan tot stand? Dat is eigenlijk alles. Nou, nadenken over die woorden, over de stad die je kent, over de spoorzone, over wat die stad voor je betekent en je gaat spelen. En een andere componist of schrijver zou iets anders maken wat misschien net zo goed werkt. Het gaat om wat je creatief gezien of kunstzinnig doet met die woorden. Die heb ik toen omgezet in een analoge synthesizer en een trompet, belangrijk instrument, heb ik thema laten spelen. Trompetten zijn van oudsher heel belangrijk. Als de koning in de stad kwam, herauwte gevoel. Er gaat iets gebeuren, gevoel, vandaar de trompet. En je hoort hem in de tune, hè? Jullie Alright. Hebben hem. We hebben hem. We gaan er naar luisteren. De sound van Tilburg, DJ Cuneo. We'll be right back.
dit klinkt buitengewoon vet, heel stoer, agile, bold, het heeft het allemaal. Maar nou is de ambitie heel groot. Hè? Dit moet gaan leven onder de Tilburgse bevolking. Ja, en klopt. Misschien wel over heel de wereld. Nou ja, wat we eigenlijk willen is dat andere creatieve Tilburgers of iemand die met iets met Tilburg te maken heeft, hier zijn eigen ding mee gaat doen. Dus vanaf vandaag kun je de losse stems, heet dat, dus losse onderdelen van de muziek krijgen. Dus de bas, de drums, de trompet, et cetera. Waar? Die staat nu bij ons de website en bij mij op de website. Volgens mij komen die straks online te staan. Is dat Ticket to Tilburg? Mag ik dat zeggen? Ticket to Tilburg, daar staat de sound onder. /BorrelTV. Ticket to Tilburg, /BorrelTV. Als je iets wilt doen met de sound van Tilburg, van Erwin Stijlen. Musicfirstgroup.com of erwinstijlen.com. Daar vind je het ook, in het Nederlands en in het Engels. Daar kun je die onderdelen, dus de losse muzikale onderdelen, downloaden en je eigen ding doen. Dus ik hoop dat mensen gaan rappen, gaan zingen, remixen gaan maken, sneller danceversies, et cetera. En de beste drie in ieder geval, komen straks ook. Net zoals deze op Spotify, iTunes, et cetera. En wellicht komt er nog meer prijzen aan. Daar zijn we nu mee bezig. Maar alles is een beetje veranderd. We zouden dit eigenlijk officieel afgelopen zondag gaan presenteren, Walter. Maar ja. Vandaag ben je hier. En daar prijzen we jou voor. Heel veel succes. Een ster uit ons eigen Tilburg. Walter. Positief nieuws tijdens BorrelTV. En Walter. Ik hoor van Jeroen. Ik heb een kijkersvraag van de heer Thomas Brekelmans. Omdat jij natuurlijk heel veel met muziek te maken hebt. En heel veel mensen thuis zitten. En ik zal hem proberen netjes te omschrijven. Maar wat is nou jouw favoriete nummer tijdens het bewegen in bed? Laat ik het zo maar even zeggen. Hey, goeie vraag zeg. Ik weet niet wie die verzint. Maar. Ja, precies. Dit is een serieuze vraag. Ik draai nooit muziek. We hebben gewoon kinderen. Dus ik draai geen muziek tijdens bewegen in bed. Jij wel trouwens. Toen we even retourneren. Ik nog wel. Jawel, jawel. Ja? Ik draai muziek. Ik wil niet zeggen wat ik. Maar wat is jouw favoriete nummer? Wat is nou echt een lekker nummer waarvan je denkt van nou, even lekker kroelen? Ik denk Ich bin wie du. Zullen we het daarop houden? Heel goed. Erwin, dankjewel. Heel veel succes. Erwin Stijlen, kijkers. Dankjewel, Erwin Stijlen. Ik kom wel even bij je terug, Jeroen. Andere kijkersvragen nog? Gewone kijkersvragen? Ja, ik heb eigenlijk een vraag. Want ik moest van de producent bij degene houden aan, op wie we op dat moment interviewen. Dus nou sta jij naast me. Ik heb één vraag van de heer Hans Vlucht, maar die ga ik jou dadelijk stellen. Oh, sorry, excuus. Walter, wat is jouw grootste fout die jij ooit gemaakt hebt als huwelijksambtenaar? Presentator of zanger? Wat heb je ooit op podium gedaan en je denkt, nou, dit kan echt niet? Nou, de grootste fout die ik ooit gemaakt heb, is dat ik een hele openingshow ben vergeten. Maar dat was in de tijd dat wij samen een huis kochten. Ik en Chantal. En wij zijn allebei niet technisch, hebben helemaal geen verstand van dingen die met een huis te maken hebben. En ik was toen zo zenuwachtig om het huis, dat ik niet gefocust was op de show. En ik mocht de show aankondigen en ik werd gestoord door iemand in de zaal. En dat leidde mij zo af dat ik zeg, god dames en heren, heel veel plezier met het hele evenement. Ik zie u straks voor de finale. Ik loop door het doek weg en daar stond de hele openingshow klaar. Nou, dat noemen we een fout van een enorme omvang. Nou, als dat een klein foutje is, dan was dat hem. Iemand die nooit fouten maakt, maar heel veel plezier brengt in Brabant. En we zijn ongelooflijk blij dat hij er is. Kijk eens thuis. De beperkt aantal mensen die hier in de studio mogen zijn. Groot applaus voor Andy Marcelissen. Ja, goedemiddag. Ja. Dankjewel allemaal. Dit is dus de manier, Andy. Ja, dit is ook een oplossing voor de toekomst, denk ik. De nabije toekomst. U kunt elkaar zo groeten. Maar niet alleen dat, want we zijn natuurlijk carnavalsvierders, puur zang. Ja, je hebt er twee. Zal ik de microfoon even vasthouden, want jij gaat iets demonstreren. Okay, dat zou ik graag willen doen. Brabanders, we vieren graag feest. We lopen graag in de Polonaise. We krijgen ook overal de schuld van trouwens. Hè? Ja, het is, we zitten in het verdomhoekje. We zitten in het verdomhoekje. Maar we willen graag blijven feesten. En ik denk dat het een ideale manier is om de Polonaise gewoon voor te kunnen zetten. Dat moet ik eigenlijk even voordoen. Daar hebben we wel Polonaise muziek nodig, of niet? Ja, maar ook iemand die bij wie ik de arm, het hand even op de schouders kan leggen. Chantal? Of ben je, oh, Jeroen is druk bezig. Jeroen. Oh, helemaal niemand. En Jeroen, ja, Jeroen. Nee, Jeroen kan hoor. Is iedereen ziek of zo? Nee. Ja, Jeroen. Nou, kijk. Het voordeel is, dus je kunt gewoon met de handen in de zak blijven zien. Je kunt gewoon zo, ja, loop maar. Ja, dit werkt. Ja, gewoon 1,5 meter afstand. Oh. Ja, ja. Ja, hij moet een klein beetje geoefend worden. Maar dit is dus de oplossing voor de toekomst. Ja, dit gaat het dus worden. Dit gaat hem dus worden. Op een veilige manier Polonaise lopen. Jij hebt cadeautjes meegenomen. Verbale cadeautjes. En een zogenaamde grabbelton. Grabbelton met gedichtjes. Liggen hier allemaal in. Ik heb er een aantal meegenomen en opgefrommeld. En jullie denken, wat komt hier nu mee op de proppen? Nou ja. Zal ik er eentje voorlezen? Ja, heel graag. Eerst even een plastic handschoentje aan. Zo. Die is kapot.
Even kijken. Kort gedichtje. Dick en Yvette. Hij heette Dick, zij heette Yvette. Hij was een dikke, zij was een vette. Hoppakee. Nog eentje? Waar komt hij nu weer mee op te proppen? Ah, Jack van Gelder. Hij was zo kaal als Jack van Gelder. Hij ging tekeer als Jack van Gelder. Hij was zo dik als Jack van Gelder. Hij had dezelfde stem als Jack van Gelder. Voor mij was het volkomen helder. Het was Jack van Gelder. Nou, wij krijgen nu al vragen. Meer. We want more. We want more, ja. We want more. Maar we hebben nog een hele week, hè. We hebben een hele week. Morgen kom ik trouwens liedjes zingen van Django Wagner. Oh. Ja, en een donderdag komt Django Wagner gedichtjes voorlezen. En een vrijdag heb ik hier seks met Leo. Oké. Dus we hebben nog heel wat te doen deze week. Gedichtje getiteld Desorganisatie. Een verkeerd afgezelde pacemaker heeft zijn luxe manier van leven totaal ontwricht. Iedere keer als hij aan een blote vrouw denkt, gaat de garage er open en het rolluik dicht. Nog maar eentje doen? Nog eentje. Ja, heerlijk. Ja, dit is Bol TV op zijn beste. Aanbeien. We gaan het niveau een klein beetje verhogen. Je hebt aanbeien, zei de dokter, terwijl hij naar mijn anus staarde. Dat verklaart waarom het poepen de laatste tijd wat moeizaam gaat. Ik zei aanbeien. Dat hebben toch alleen maar homo's of bejaarden? Op die dokter zei, inderdaad. Kijkersvragen. Kijkersvragen. Het alleen maar gaat door. Ik heb alleen Paul Sparidans, die zegt lachbandje onder en vast item vermaken deze week. Ja, vind ik ook. Ja. Lachbandje, vast item deze week. Zullen we er nog twee doen? Nog twee. Twee leuke gedichtjes. Lijkt de loading wel van de Champions League. Op het strand. Ze vroeg me of ik haar rug in wilde smeren en begon zich alvast naar me toe te keren. Slaapdronken pakte ik de olie en begon haar in te smeren ter bescherming tegen de zon. Ik was nog maar net begonnen toen ze riep, volgens mij is dat mijn rug niet, schat. Aha, ik dacht al, zei ik, terwijl ik nog half sliep. De muggen hebben jou flink te pakken gehad. Klinkt als een semifinale, nu de finale. Finale. Zitten we toch in een heerlijke periode, hè? Kiosk. Ze stonden samen in de kiosk. Zijn handen gleden in haar bliosk. En even later in haar sliosk. Hij beroerde haar kliosk. En terwijl ze kreunde van geniosk, dacht hij, wat rent er de godverzwijnig op kiosk? Dames en heren thuis, groot applaus. En die Marcelissen. Ja, het wordt een vast item. Dankjewel. De volgende keer. Tot Borrel TV. Tot morgen. Ja, dankjewel. Wij gaan door naar onze volgende gast. Maar voordat we dat doen, even bij Chantal langs. Hoe gaat-ie? Nou, helemaal goed. Alleen je stond net heel eventjes voor hem, dus ik kon niet alles helemaal goed zien. Dus ik maak een beetje eigen interpretatie van. Oh, dus als Andy mislukt is, is het mijn schuld? Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, heerlijk. Zei je van, er is iemand die eigenlijk altijd gelijk heeft en nooit... Toen dacht ik eigenlijk dat je naar mij zou lopen. Oh, nou, ik krijg op mijn kop van mijn eigen vrouw. Live in de uitzending. Nou, het is kraakhelder, maar we houden heel veel van elkaar. Jeroen, nog iets voordat we naar onze volgende gast gaan? Ja, ik heb een vraag van de heer H. Vlucht, Hans. Hey. Fun jij je haar elke dag en hoe lang? Nee, ik feun mijn haar nooit. Dus, nou ja, 0 secondes. Goeie vraag trouwens weer. Het laatste stukje was, heb je ook highlights? Maar heb je ook highlights? Nee, geen highlights. Deze man heeft wel highlights. Een killer body. Guillaume, ja, high five dan, hè? Virtueel. Virtueel, elleboog. Ja, onze personal trainer. Wat zie je er goed uit. Fijn dat je er bent. En met een goede reden. Ja, tuurlijk.
Ja, want veel mensen kunnen het huis niet uit, verplicht thuiswerken. Ja. Het is misschien wel belangrijker dan ooit om fit te blijven. Sowieso. Dat zie je ook bij mijn mensen ook. Die probeer ik gewoon nog te stimuleren via het online. Dus filmpjes te maken om mensen toch aanwezig te zijn. Thuis, workout, allemaal leuke dingen kan je doen. Die zie je op social media nou. Kan je een challenge met wc-papier doen. Kan je met blikje allemaal oefeningen gaan doen. Dus er is geen reden om niet te bewegen. Er is geen reden om niet te sporten en om fit te blijven. Over die filmpjes gesproken op Ticket to Tilburg /Borrel TV. Daar zien we jouw instructievideo's op. Ja, maar ja. Je bent nu live bij ons. Ja. Wij moeten gepaste afstand houden. Maar even dan toch, we zitten allemaal. Zullen we thuis even oproepen om te gaan staan? Stam op. Gion, ik geef jou de vloer. Is dit de vloer? Doe ik mee? Ook samen natuurlijk. Ja, Jeroen doet ook zo mee. Saai zijn. Ik moet even naar het toilet. Oké, Jeroen doet niet mee. Ik doe wel mee. Nou, daar gaan we dan. Wat moeten we doen? Wat we gaan doen is het volgende. We gaan 3 oefeningen doen. En we doen op 30 seconden. We gaan beginnen. Eerst gaan we een paar squats doen. Basis van de basis. Dan gaat hij gewoon beginnen. Weet je wat squats is? Bijna. Oké, dan gaat het, ziet er zo uit. Ga je zakken. Ja. Dus dan ga je omhoog, omlaag. Een paar keren. En iedereen doet mee nu thuis. Ja, kom. Let's go. Neem hem mee. Hebben we lekker muziekje eronder? Een muziekje. Ja. Kijk eens aan. Gion, kom een beetje hier staan, dat ze jou goed zien. Is meer. Ja. Wesley, kom erbij. Kom, let's go. Oké. Zak. Zak. Wordt al zwaar. Oké. Wat we gaan doen, nou spoiler. We gaan 30 seconden alleen maar onderin vasthouden. Ja. 3, 2, 1, vasthouden. Onderin. Oké. Okay. Ik tel hem hoor. Ja, ik tel niet mee. Ja, weet je. Wij spelen, wij genieten. Lol lab, hè? Lol lab. Ik geniet hoor. Ja, dit is lol. Ja, nog 15 seconden. Dit is puur. Kan je het houden? 3, 2, 1. Komt ie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké, wat gaan we doen? Oh, heerlijk. Schud een beetje uit. We gaan naar voren. Nog eentje, oké? Okay, nog eentje? Ja. Kom, dan gaat ie. Stap naar voren. Ja? En terug naar achteren. Ja. Ja? Komt ie. Nog één. Andere been. Moet van binnen wisselen. Oh, ja. Ja? Ja. Andere kant. Wat we gaan doen nou is de volgende. We gaan er één ook zakken. Maar we houden 15 seconden vast. Dus we stappen naar voren. En we houden dat vast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muziek, muziek. En nou, andere been. Zakken, vast houden. We houden hem vast. Oh, Bas. Ik niet alleen, hè. Iedereen moet thuis mee, hè. Woe! Brandt ie? Hi, bro. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Wow! Wow, ik zweet normaal, hè. Bam. Zo, jullie zijn al klaar. Oh. Nog eentje toch? Of dit was hem voor vandaag? Weet je, dat is gewoon goed voor vandaag. Alright. Weet je, is goed voor vandaag, want als mensen er genoeg willen kijken, gaan ze op de website van jullie. tickettotilburg.nl/borreltv. Daar zien we de instructievideo's voor jou, Gion. Ja. Ik heb wel een vraag, maar dan doe ik volgende keer mijn trainingspak aan. Kom je nog een keer terug? Ga ik regelen. Ga je regelen? Ga ik regelen. Heerlijk. Jongens, thuis, groot applaus. Gion, dankjewel. You're dismissed. Yes. Oh. Keihard werken. En zoals beloofd, in deze toch wel hele bijzondere tijden, doen we het allemaal volgens de regels. De artiesten komen één voor één binnen. Mario Veldman komt binnen. Mario, loop lekker deze kant mee. Heb jij inmiddels een microfoon, Mario? Ga jij mijn microfoon gebruiken? In ieder geval, oh, daar staat jouw microfoon. Ja, het is allemaal live. Wesley, kom mee. Mario, geweldig dat je er bent. Volgens mij kun je gewoon terugpraten met jouw microfoon. Okay, ja. Bijzondere tijden, ook voor een uitvoerend artiest. Maar jij doet veel meer dan dat, hè? Je bent topzanger, maar ook eigen studio, vertel. Ja, ik ben 100% muziek. Dus niet alleen live, maar ook in de studio, inderdaad. Maar vandaag ga je voor ons 2 stukken zingen. Heel mooi, waar ga je mee beginnen? Ik ga beginnen met een Italiaans liefdesliedje, La Luna che non c'è.
La Luna. Nou, het klinkt alleen al fantastisch. Terwijl de gerechten van onze chef heerlijk door de studio flaneren. Het ruikt prima. Het ruikt prima. Nou, daar ga je goed op gedijen qua klank. Geniet ervan, dames en heren. Borrel TV live vanuit het hoofdkantoor van First Impression. Met allemaal fantastische artiesten gemaakt met oprechte bedoelingen in deze bijzondere tijden. We gaan luisteren naar een heel mooi, prachtig lied. Mario Veldman. Conosco te la nostalgia che ti sorprende all'improvviso. Rallenta un po' la corsa che di tutto il fiato e ti ha deluso. Se il mondo intorno a noi non ti assomiglia mai, dividilo con me, io le prenderò e lo scoglierò lontano. E chiara nella sera, tu sarai la luna che non c'è. Ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Ritroverai la tua magia, piccola stella innamorata. Per quanta notte ancora c'è, questa notte appena nata, il buio porterà con sé fantasmi suoi, e se non dormirai io ti ascolterò. Così anche tu. Adesso che mi vuoi così. Mario Veldman, ik wil dichterbij komen, maar we houden de richtlijn aan. Afstand. Wat is het ongelooflijk mooi, een schilderij. Zo klinkt het. Prachtig. Muzikaal een muzikaal schilderij. Dankjewel. Je gaat straks nog de afsluitende song doen. Okay, ja, heerlijk. Tot zometeen. Chantal is nog steeds druk aan het schilderen, onze live painter. Ik ga voor de laatste keer even op bezoek bij Jeroen. Of er nog laatste vragen zijn. En dan, wip ik zometeen binnen bij Wouter van Laarhoven, topchef van Alma. Want... Ja, ik heb net hier zo'n gerechtje geproefd van Alma. Is echt top. Maar goed, John Moutaan zit thuis. Mario Veldman, John Moutaan zit thuis. Hij zat hem op zijn stoel van zijn knop te drukken. Hij draaide niet om, maar complimenten van heel veel mensen. Dennis Doeven, bravo, et cetera. Ik heb niet echt een vraag, moet ik zeggen. Meer complimenten.
Ja, meer complimenten voor Mario. Moet ja, heerlijk. Dus, ja. En de complimenten voor Lars waren ook ongelooflijk. Ja, Lars Zeebrechts, Mario, alleen maar complimenten voor mensen. Lars Zeebrechts moet ik zeggen, daar heb ik Suzanne Stadhouders en Paul Sparendaans bijvoorbeeld. Die zeggen, Lars, wat ben jij toch een talent. Dus ja, nee, ik, alleen maar lof voor de artiesten vandaag. Oh, Irene Dame, zijn er ook gezonde borreltips voor deze periode? Irene, zometeen komt Tjerk van Café de Boekenier. Die gaat weer het shotje van de dag doen, dus komen zo op terug. Walter, okay. Aan jou. Wij gaan naar onze topchef, de man met sterrenambitie van het prachtige restaurant Alma in Oosterwijk. Half november ging hij open. In bijzondere tijden is hij bij ons op bezoek. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. Je hebt ons heel veel beloofd. En ik kan thuis zeggen dat het ook gelukt is. Maar wat zien we voor mooie gerecht hier? Dit is de risotto waar ik het over had. Ik heb die in een. Ik vind dat mooi om een feestje te maken ook op het bord. Om het niet zomaar op het bord te kwakken, maar ook gewoon lekker in een stekertje. Mooi uitgesmeerd. Ik heb langoustines gebakken. Heb ik in de schaal eroverheen gedaan. Wat groene asperges erbij. Wat geraspte parmezaan. En ik heb een dressingje gemaakt. In dit geval van langoustines ook. Koppen heb ik lekker gebakken. Lekker zoetje van gemaakt. Dat erbij. Eenvoudig. Ziet er misschien niet eenvoudig uit, maar dat is het wel. Een culinair masterpiece zou ik het willen noemen. En hier dan een beetje, dan gaan we meer richting, is dit meer borrel, is dit... Lunch, borrel, lekker snacken, waar ik fan van ben. Ik ben ontzettend fan van paling. Simpelste vorm, paling, crème fraîche, briochebrood. Klein beetje shallot, bieslook en zet toe. Nou ga jij vertellen dat het heel lekker is, wij geloven het. Mogen we Cunio, zou jij er eentje willen proeven? Gewoon hier live in de uitzending. En we zien jou even als Jeroen. En we gaan, ja, ik pak geen, zeker. We gaan jullie even als de Michelin-jury betitelen. En terwijl jullie proeven, Wouter. In deze gekke tijden moeten culinaire ondernemers ook inventief zijn. Jullie doen dat. Wat gaan jullie doen? Mensen zitten thuis te kijken. Wat kunnen we bestellen bij Alma? We zitten sowieso met, ik denk, 17 miljoen specialisten ongeveer thuis. Maar wij volgen ook de richtlijnen, wat we wel kunnen. Want we gaan niet stilzitten. Ik heb een heel team en wat wij gaan doen, wij komen naar jullie toe. Je kunt bij ons vanaf morgen via de website, alma.nl, kun je een assortiment zien wat we thuis kunnen bezorgen. Wat we af kunnen halen, want ook daar hebben we goedkeuring voor gekregen. En we gaan de mogelijkheden bekijken. En daar heb ik zelf ook enorm veel zin in, omdat dat meer richting het restaurant gaat. Is om bij de mensen thuis te komen tot maximaal 8 personen. Oké, okay, volop mogelijkheden dus vanuit dit toprestaurant. Wouter, ja, de virtuele high five, de elleboog, je bent er, top. Wij gaan straks proeven, even de jury, het cijfer. Sorry, als klinkt dat heel raar als dit op de telefoon zijn. Maar Walter, één ding, ik heb hier Marcel van Loon Ticketpoint. Hij zei, waar kan ik dat recept vinden? Maar jij zegt, gewoon bij mij op de site bestellen. En dan komt vanzelf Brigitte Helman, waar zijn die heerlijke, wat zegt ze? Ik ben hem al kwijt, maar de heerlijke garnalen, denk ik, ja. Waar haal ik die heerlijke langoustines, excuses? Gewoon bij jou op de site kijken. Alma. Alma.nl. Alma.nl, dames en heren. Alma.nl. Ja. Ga verder. Heerlijk. Dankjewel, Wouter. Cunio, cijfer? Heerlijk. 9,5. Cijfer 9,5. Wij gaan nog een aantal hele bijzondere dingen doen. Eerst even naar Chantal. Gaan we live naar Chantal nu? Ja, we gaan live naar Chantal. Ja. En dan is de grote vraag, is ze er al helemaal klaar voor? Chantal, je hebt er heel veel gemaakt vandaag. Neem ons mee door het palet van vandaag. Welke gasten kwamen er voorbij en hoe heb je ze kunnen vangen? Ik heb mezelf eigenlijk gisteren de vingers eigenlijk. Je vingers gesneden door er 5 te maken terwijl je de 3 had beloofd? Ja, dat klopt. Ja. Nou, begin, ik zie je de eerste. Lars. Nou, Lars komt hem zo meteen ophalen in verband met de veiligheid. Komen we hem zo meteen bij je brengen, de richtlijnen. Lars, ja, dit ben jij. Dit is helemaal Lars. Ja, we doen het allemaal volgens de richtlijnen, dames en heren, tijdens Borrel TV. Wie zien we hier? Erwin. Dit is Erwin Steijlen. Ja, dit is hij. Dit is Erwin Steijlen. Ja, ik zie het baardje. Ik zie de krullen. Goed lichaam en een gitaar. Ja, Erwin, je ligt vast. Je mag hem straks komen halen. En wie is dan... Ja, nog beter op camera. Hou jij Lars even vast? Hou ik Erwin even vast? Nog beter op camera. Lars... Erwin, ze komen naar je toe. We komen ze straks brengen. En dan heb je er nog één gemaakt. Oeh, nog meer. Wouter? Alsjeblieft. Hé, de chef. Ja, nee, dit is hij. Ja, dit is... De chef moet erop, hè? Ja, nee, de chef moet er gewoon op. Ja, een beroemd chef zei ooit... alle mooie gesprekken vinden plaats aan tafel. Dus, nou ja, we komen heel snel naar jullie toe. Of jij komt naar ons toe. Dat is de remedie voor de komende weken.
Even goed op camera. Gideon. Gideon is nog een beetje nat. Gideon, ja. Gideon. Onze personal trainer. Ja, ik voel het nog in mijn bovenbenen. Ja, stoere vent zeg. Goed lichaam. Ja. Hij was wel in de met de rug naar mij toe aan het workouten. Dus ik moest even heel het om het hoekje kijken. Maar het is gelukt, hoop ik. Ja. Onze live painter moest even om het hoekje kijken. Nou, doet ze graag. Hij ligt mooi vast. Gideon is gevangen. Hebben we er nog één? Nou, we hebben en die ook nog. Nou, ga door. Ja. Best gedaan, hè? Mario. Mario. Ja, nee, dat is hij. Mond open. Goed zingen. Ja, dat was wel prachtig, hè? Dit was prachtig. Mario. En de laatste. Onze eigen Andy. Gaan we hem straks ook overhandigen. Even goed op beeld. En dan hebben we hier Andy. Andy Marcelis, hij ligt vast. Vriend van de show. En hij komt de komende dagen nog een keer. Nou, Chantal, dankjewel. Alsjeblieft. Tot vanavond. Tot strakjes. Wij gaan naar het shotje van de dag. Westie, kom met me mee. Shotje van de dag, Tjerk. Ik heb er veel leuke posts over gekregen. Het was een beetje alcoholisch gisteren. Fijn dat je er bent, Tjerk. Van het leukste feestcafé van Nederland, de Boekenier. Je bent er weer live. Wat heb je voor ons meegenomen? Shotje van de dag. Ik heb een zwakker alcoholisch shotje. Omdat ik gisteren natuurlijk redelijk sterk was. Het is niet helemaal gezond, denk ik. Want er zit slagroom in en er zit een appellikeur in en een beetje appelsap. Dus laag in de alcohol. Misschien niet zo goed voor de calorieën, maar wel heel erg lekker. Het heet appeltaartje. Een appeltaartje? Nou ja, ik zie Wouter meteen glimlachen. Dit is wel een andere vorm van een appeltaartje. Wie gaat hem proeven? Coolio als eerste? Ja, wij samen dan maar weer. Nou, daar gaan we dan. Tjerk, dankjewel. Het wordt een rustige avond dan, denk ik. Hè? Proost. Dames en heren, ik kan zeggen, dit was fantastisch. Walter, ik vind wel elke dag, je gaat er steeds beter gezicht bij trekken. Dit was fantastisch. Tjerk, high five virtueel. De beste barman van Nederland. Gaan we nog iets doen, Arthur? We gaan eruit. Nou, ik heb straks nog een belangrijke boodschap. Wie maakt dat dan allemaal mogelijk vandaag? Maar voordat ik dat doe, gaan we nog een keer genieten van Mario Veldman. Kom lekker Walter, met me. Walter. Eén ding. Ja. Ik kreeg net bericht. Morgen hebben we zanger Alex van Bossy. Adio Amore. Ja. En Jeroen Delmee komt langs. Hey, de topcoach Jeroen Delmee, oud-international topcoach van HC Tilburg. En die Mercedesen. En die Mercedesen komt weer voorbij. Leo Alkemade. Het is ongelooflijk. Het lijkt wel een topshow. En dat is het Borrel TV. Wij gaan genieten. Mario Veldman. Hij gaat nog een prachtig muzikaal schilderij van ons zingen. Wat gaan we horen? We gaan horen Because We Believe. Because We Believe, jongens. Houd de moed erin. Mario Veldman. Guarda fiori è già mattina, questo è un giorno che ricorderai, alza ta fretta e vai, c'è chi crede in te, non ti arrendere. Once in every life there comes a time we walk out on our own into the light. The moment won't last, but then we remember it again. When we close our eyes, like stars across the sky, e per vincere tu dovrai vincere. Avanti noi, voltarti mai, accarezza con i sogni tuoi, la tua speranza è voi.
questo il giorno che verrà, che io tra Grazie mille. Wat een prachtige finale. Hoe ziet de uitzending van morgen eruit? Borrel TV. Vanaf 4 uur zijn we weer live. Bossie Rode Rozen, Alex komt voorbij. Leo Alkemade komt weer voorbij met ongelooflijk goede tips. Andy Mercedes gaat weer hele leuke gedichten voorlezen. Jan-Willem Rozenboom gaat heel mooi klassiek. Neemt ons mee weer in een hele andere wereld. Kortom, het zit morgen weer helemaal vol. Wie komen ook nog voorbij? Jeroen Delmee, de tophockeycoach. En Tobias Slabbekorn van Jimmy's Mode. Dankjewel voor de outfit. En hij gaat morgen vertellen hoe belangrijk het is, ook als je thuis werkt, dat je goed gestyled je werk doet, zodat je door de telefoon of via een Zoom-meeting jezelf goed representeert. Nou, dat allemaal morgen. Die uitzending die komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Dankzij al die geweldige toppers hier om ons heen. Vanuit het hoofdkantoor van First Impression. Mogelijk gemaakt door Dutch Event, First Impression, camera's jongens. Wesley, klink maar even, het was weer fantastisch. Full frame, Jimmy's Mode. Dankjewel alle gasten, we zijn er morgen weer. Borrel TV en Arthur... Ja, we gaan ook nog iets weggeven. Hoe leuk kan het zijn? Borrel TV, sympathieker dan dat wordt het niet. Heb je Arthur Mares genoemd? Arthur Mares, onze producent, wilde zelf graag genoemd worden. Nou, bij deze. Arthur, chapeau. 3 dikke kussen, virtueel. Nee, wil je nou meer weten? Wil je de uitzending terugkijken? Dat kan natuurlijk via Facebook. Maar dat kan ook via het YouTube-kanaal van Ticket to Tilburg. Maar ga ook vooral even naar die website. www.tickettotilburg.nl/BorrelTV en daar is een winactie. De slagerij Le Jeune, beste slager van Nederland, een winactie. Hele mooie pakketten. Ga dat doen. Ben lief voor elkaar. 2 pakketten hoor ik, barbecue pakketten. Ben lief voor elkaar, zorg goed voor elkaar. Neem de tips van Wouter goed ter oren. Janneke, jouw moeder vraagt wat je vandaag wil eten. Zou jij even willen intoetsen? Want ik zou niet weten wat je wil eten. Ik denk risotto, kan ik me zo maar voorstellen. Hij deed mee. We eten mee zo meteen. We gaan eruit. Tot morgen. 4 uur. Borrel TV. Dank jullie wel. Tot morgen. We gaan eruit.